Tijd voor een best wel een aparte speaker. Die ik gevonden bij de kringloop. Kortom, blijf zeker even kijken. Hey luidjes, het is leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. In deze video gaan we het hebben over een of andere speaker die ik gevonden bij de kringloop. Ja, ik heb geen idee waar die vandaan komt of dat die bij de Action destijds werd verkocht. Of hoe, wat, waar, geen idee. Dus heb je nou meer informatie over gezegd, laat me even weten in een berichtje hieronder in de comment section. Want ik zal wel eens weten waar deze eigenlijk te koop waren. Maar goed, gekocht voor een prikkie. Maar ik vind het wat leuk hier om de channel wat nieuwe dingetjes te reviewen. En ik kwam dit ding tegen en ik denk, hey, dit lijkt wel op een speaker of een luidspreker die ze gebruiken bijvoorbeeld bij een gitaar. Maar dan uiteraard in het klein. Wat gaan we krijgen? Dat vond ik wel interessant. Hij is grotendeels gemaakt van plastic. Dat is dan wel een dingetje. Het is geen... Echt een houten behuizing zoals bij die van Pulsar. Het is gewoon een leuk speakertje om te zien. Hij heeft hier van die beschermkapjes. Die zitten volgens mij niet los. Behuizing is gemaakt van plastic. Ja, voetjes zijn gewoon vier puntjes hier. Volgens mij zitten die er niet vast op. Die kan ik er dus niet meer afhalen. Die zitten er dus wel vast op. Aan de achterkant hebben we een USB-aansluiting. Ja, apart. We gaan ook even proberen waar deze voor is. We hebben een AUX in. Dat wel, hij heeft geen ingebouwde batterij of Bluetooth functie. Het is nog echt een hele oude generatie. Ik gebruik maar even AFOS batterijen. En overigens, deze wordt niet gesponsord door de Action. Ik zeg het maar eventjes. Maar ik ben gewoon fan van deze batterijen. Kortom, ja, aan de voorkant, daar hebben we ook nog wat knopjes zitten. De aan- en uitschakelaar. We hebben een basregeling, treble en een volume. Het is best wel apart. We zullen over later in deze video even openmaken. Kijken wat er precies allemaal in zit. Maar laten we eens even gaan proberen. We gaan hem aansluiten met de telefoon. Oké, nou, laten we de telefoon eens even aanzetten. Muziekje aan, spelen. We gaan even alles op neutraal zetten. Nou, het eerste wat me opvalt. Hij gaat echt niet hard. Meer bas. Nou, die geeft hij dan wel meer. Dat werkt wel. Meer treble. Nou ja. Het werkt wel, grappig man, dat het erop zit. Ja, wel een beetje jammer dat hij niet zo hard gaat. Nou ja, we kunnen wel concluderen dat dit speakertje er leuk uitziet, maar dat hij dan ook niet echt hard gaat. Dus ik dacht bij mezelf, laten we iets heel wickeds doen. We pakken een audiosplitter. Maar waarom? Want ik heb er nog één. Alright, wat gaan we nou eigenlijk doen is het volgende. We gaan deze dan ontkoppelen, dit is de rechter speaker. We hebben nog een kabel nodig voor de linker speaker. Oké, ik wil even bijzeggen, dit heeft niks te maken met stereo, want in principe geeft het stereo signaal naar beide systemen trouwens. Crap, ik realiseer me net, ik heb de verkeerde kabel, jongen. Kijk maar, naar de ringetjes. Ah, damn it! Kom ik gewoon achter dat ik gewoon de verkeerde kabel pak, hè? Ja, mensen, lurtjes, daar moet je wel opletten dat je wel de juiste kabel gebruikt. En niet als meneer Wicked het zo vernachelt. Oké, die hebben we niet meer nodig. Zo, die prikken we erin. Maar wat ik dus wil zeggen is dat, ja, je hebt natuurlijk gewoon een stereo signaal. Dus ja, het mooiste is dat je mono kabeltje zou hebben. Eentje voor links, eentje voor rechts. Dan zou het in principe theoretisch kunnen. Voor je afvraag, deze kan je gewoon bij Ali kopen. Of gewoon bij The Action, of bij Bol, whatever. Ik heb het meer manier. Zo komt het er niet uit, joh. Zie wel dat het ook een splitter is voor drie signalen. Ik ga deze dan wel hierin gebruiken. Ik ga even kijken of het überhaupt werkt. Maar ik ben trouwens nou wel benieuwd. Namelijk, ik blijf splitter zoeken. Oké, dus even kijken. Ik ben benieuwd of dat dit ding nou überhaupt gaat werken zo. Nee, Wicked. Dat werkt. Maar goed, we hebben dus aangesloten met deze LAP 31 verdeelstukje. De eerste speaker links. Oké, die werkt. Yeah. Oh ja.
Ja, zo, we kunnen eruit concluderen. Het is een leuk projectje. Leuk om twee van die speakers aan elkaar te knopen. Compleet zinloos aan de ene kant, maar het klinkt van geen meter als je vergelijkt met de nieuwe Pulsar speakers. Ik weet ook niet waar deze dingen vandaan zijn gekomen, waar je ze kon kopen en wat ik al eerder aangaf. Ja, voor de rest gewoon geinig. Ik vind ze er leuk uitzien. Ik hou van speakers. Maar, hey, weet je wat we gaan doen? Want ik zie daar vier schroeven zitten. We gaan hem eens even openmaken. Wat zit erin? Uiteraard gaan we er maar eentje openmaken, want we hebben dat ook maar nodig. De batterijen kunnen er denk ik wel in blijven zitten. Er zit er toch een apart compartiment. Zo, dat is Parker nummer 1. Parker nummer 2. En volgens mij zit het maar vast met vier Parkers. Oh, jammer hè, dat die speakers dan gewoon van geen ene meter klinken. Dan denk ik me eigenlijk, ja, ze zien er leuk uit. En dan let op, als we hem openmaken, volgens mij zit er een heel klein speakertje in. Oké, nou, even kijken. Ik neem aan, zoals je... Oh, ik wou het zeggen, er is een speciale helft hier zo. Die erin zit. Een speciale gedeelte die eraf kan halen. Nou ja, wat je hier ziet... hier aan de achterkant hebben wij... Oh, ik heb hem nou al gesloopt. Ja, maar dit is dan wat we gaan krijgen aan de binnenkant. Kijk, oh, het is allemaal verbonden met hele dunne kabeltjes. Ja, dit is dan een probleem. Nou, ik heb het kabeltje alweer vernacheld zoals je hier ziet. We hebben hier een 5 watt 4 ohm speaker erin zitten. Ja, het stelt me niet zoveel voor. Het klinkt ook niet zo hard. Ja, of het komt dat ze gewoon een hele slechte versterker gebruiken. Niet natuurlijk gelijk met Pulsar of andere merken die net iets beter zijn. Dan klinkt het allemaal beter. Maar ja, het is allemaal simplistisch. Plus het wijken op batterijen. Daar word je ook gewoon echt niet vrolijk van. Dat is gewoon een beetje kanteloos naar mijn idee. Ja, dit is wat we gaan krijgen met deze kleine speaker. Ik moet wel zeggen dat ik vind het een leuk ding om te zien. Qua optisch viel het me al gelijk op. En ik denk, ik moet deze gewoon even meenemen en laten zien hier op de channel. Ja, op zich grappig dat het bass en treble top best wel goed werkt. Maar de andere kant, het klinkt van geen meter. Nou ja, met de batterijen, daar word je gewoon echt niet vrolijk van. Dus ik zou zeggen, dat is sowieso een no-go naar mijn idee. Volgens mij verkopen ze ook niet veel meer van dit soort speakers. Het is meestal Bluetooth met een lithium batterijtje aan de binnenkant of lithium pack. Ja, aan de achterkant hier hebben we dan een USB-insluiting. Is niet voor bijvoorbeeld een USB-stack. Nee, dit is echt voor stroom. Dus in combinatie met een USB-kabel. Ja, zou je dat eventueel zo kunnen doen, neem ik aan. Ik heb het geprobeerd, maar helaas, dat werkt er niet aux in. Het is een hele standaard speaker. Maar ja, laat me weten wat jij hiervan vindt. Ik wil je even bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren, druk op het belletje. Maar dan zie ik jou weer de volgende keer.